zit ik hier nog steeds in mijn klote cel. Ongelooflijk, ik zit er ook nog eens een keer onterecht. Het is echt niet te geloven. Ik heb een advocaat nodig en dat gaat zeker goed komen. Ik wil gewoon een rechtszaak starten. Want ik moet hier gewoon uit. Dit is gewoon niet menselijk dat ik hierin zit. Ik bedoel, ik wil wat voor die stad doen. Een uitzendbureau starten. En dan word ik hier gewoon door een of andere oelewapper ingestopt door die klote politie. Hoe kom ik hier in godsnaam uit? Oh, hoor ik iemand daar? Hallo? Hallo? Klootzak, ik moet eruit! Oh, rustig. Geen vele praten in ons, hè? Ja, ik vind het gewoon niet tof dat ik hier al een paar dagen zit en ik nog steeds niks gehoord heb en ik gewoon honger heb. Wat? Heeft u nog iets gehad vandaag van eten? Ja, 's ochtends heb ik wat gegeten, maar het is nu inmiddels avond en ik heb nog niet eens mijn diner gehad. Je diner? Je denkt dat je een diner krijgt in een gevangenis? Ik verwacht minstens biefstuk, wat aardappeltjes, wat jus. Dus... we zijn hier op Talley. We zijn in een gevangenis aan de politie. Ja, maar weet je niet wie ik ben ofzo? Ik ben een man, je ziet het, ik heb een pak aan, ik heb een hoed, ik ben een rijk man. Ik kan ervoor zorgen dat jij bij de rechter staat. Man of geen man, jullie zijn hier allemaal gelijk. Jullie zijn mensen die hier horen in de gevangenis, anders zet je niet. Oké, luister. Ik wil hier in ieder geval uitkomen. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Vertel me hoe ik hier uitkom. Ga wat mij betreft, vraag jij even een advocaat aan. Ik bedoel, ik heb niet eens een telefoon op dit moment. Wat moet ik doen? Hoe kan ik een advocaat regelen? Regel jij het voor? Wij kunnen een advocaat regelen als er geen vaste advocaat is bij een persoon. Dus wij kunnen die wel regelen. Ah, mooi. Ja, ik heb sowieso een advocaat nodig. Ik heb gehoord volgens de geruchten dat Job en Ties een advocatenbureau hebben gemaakt. Dus ik zou jou toch wel even willen vragen om daar even een afspraak voor mij te maken. En binnenkort langs mij een advocaat te sturen. Maar is er geen andere optie dat ik nu wel al eruit kan ofzo? Die is er wel, maar dat is een dure optie. Duur dan niet te koop. Dus vertel me. Je kan een borstsom betalen van 25.000 euro. Wat? 25.000? Ja. Dan kies nog wel een heel eind wachten op een advocaat. En dan ook nog misschien in de gevangenis blijven. Of wel een borstsom betalen en dan ben je vrij. Oké. Dus erin blijven of wachten op de advocaat. Of die borstsom betalen. Ik wil sowieso een rechtszaak gaan starten. Ik wil sowieso een advocaat in gaan schakelen om die rechtszaak te winnen. En dan krijg ik die 25.000 euro toch weer terug. Als ik win tenminste. En dan ga ik ook sowieso wat schadevergoeding aanvragen. Maar voor nu wil ik in ieder geval wel die 25.000 euro betalen. Alleen het enige probleem is, heb ik niet, zeg maar. Dus, dat heb ik niet, nee. Ja. Dus ik hoop maar dat er binnenkort bezoek voor mij langskomt. Maar ik heb 12.000, daar doe je het zeker niet voor. Geen 12.000, nee. Wat is het grappig. Verdomme, jij zou eens hier in die cel moeten zitten. Ik heb niets verkeerd gedaan, hè? Ik ben politie. Ga maar weer. Verdwijn op mijn zicht. Ik ga die advocaat contacteren zo rap mogelijk. Ja, doe dat. Nou, in ieder geval gaan er nu wel wat stappen vooruit. Ik kan die borgsom betalen, maar ik heb het geld er niet voor. Ik bedoel, ik heb net een keer. Goeiedag. Ik zou graag bezoeker Jamal bezoeken. Jamal, oké. En wie ben je dan? Familie? Ik ben eigenlijk zijn neef, maar ik ben niet blij mee. Maar ik wil even spreken. Oké. Komt u maar binnen. Ik hoor mijn... Ik zal u even moeten foyeren, meneer. Dat is, ja, is goed. Standaard procedure. Volgens mij hoor ik mijn neef. Oké, vooral maar. Wat doet die hier nou weer? Dat had ik niet verwacht. Jamal? Ja? We hebben bezoek. Bezoek? Neef. Wat doe jij hier nou weer in de bak, Jamal? mijn goede neef. Goeie neef. Je zit al 10 keer in de bak, in de vorige stad ook al. We krijgen dit steeds weer voor elkaar. In de vorige stad ook al? Je weet waarom dat was, dat is niet mijn schuld. En dit was ook niet mijn schuld, Dennis. Je zei ik ga naar Mytopia om een nieuwe stad te beginnen. Nou, je zit gelijk weer in de bak, dan ben je goed bezig. Ik ben naar Mytopia gegaan om een nieuw leven te beginnen. Om een goede stap vooruit te zetten. Ik wil het je allemaal laten zien. Ik heb een uitzendbureau gestart en ik ben er gewoon ingeluisterd door een corrupte politieagent. Dat is echt zo. Laat me even praten met hem, maar luister neef, ik weet dat ik op je kan rekenen. Ik heb geld nodig om hieruit te komen. Ja, ik heb het al gehoord, 25.000, maar denk je dat nou dat ik dat van de IKEA geld ga betalen? Ja, want jij bent nu de eigenaar ook van de IKEA? Ja. Wat ben je nog allemaal?
ga ik je nog helemaal niks zeggen, want je hebt mij ook nog nooit geholpen met dingen. Heb ik... Luister. Neef, ik sta altijd voor je klaar. Dat zal ik je sowieso beloven. En, jij hebt natuurlijk inderdaad die IKEA. Ik heb een uitzendbureau, dus ik kan je nog wel ook nog heel erg gaan helpen qua zaken voor jouw personeel te regelen. Noem het maar op, de IKEA in te schrijven in de documenten. Komt allemaal goed. Het enige wat ik nodig heb is op dit moment, ja, ik heb ja, rond de 10.000 euro. Dus als jij mij even 15.000 euro zou kunnen, ja, ja, even kunnen matsen, dan ik kan je sowieso even beloven dat je dat geld weer terugverdient door mijn dienst aan jou. Oké, voor deze ene keer, maar ik verwacht wel rente trouwens, man. Rente? Ja, ik verwacht rente van jou. We zijn familie. Ja, maar je hebt ook nog nooit voor mij klaargestaan. Als ik in de box zit, dan ga je ook maar uitlachen, dat weet ik zeker. Je hebt me altijd getreiterd en had gepest. En dan zeg je, hé, dat heb je hier al, Dennis, weer. Heb ik dat gezegd? Ja, toen we kinderen waren, ja. Ja, wat toen we kinderen waren? Je bent nu een fan van rond de 30. Kom op, man. Idioot. Oké, maar goed, in ieder geval, tof dat je het wilt meebetalen. Ik zou zeggen, betaal hem, want ik zit hier echt al te lang. Ik heb pijn op mijn rug. Ik heb gewoon pijn, snap je? Yo, even, ik moet eerst naar de bank trouwens. Ik moet even pinnen, ik heb geen geld bij me. Ach, laat me nog langer zitten. Ja, nou, ik moet even naar de pinautomaat. Ja, is goed, neef, doe dat. Neem wel gelijk 25.000 mee, want er staat bij mij 12.000 op de bank. Dus ik betaal je dat dan later terug. Ik krijg dat geld echt wel terug van jou. Anders, ja, tuurlijk. Oké, anders zit je zo weer in de bak, hoor. We zijn familie. Ik bedoel, ja, Oké, volgt hem weer mooi. Ja. Kijk, dat is kat in het bakkie. Ik heb echt geluk dat mijn neef nog een beetje... Ja, nog mij een klein beetje aardig vindt door mij wel wat geld te schenken. Holy shit. Hij wil dus alsnog gewoon meebetalen, zodat ik eruit kom. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik heb nog heel veel te doen, jongens. Ik moet het uitzendbureau moet ik uitbreiden. Ik bedoel, ik heb nu mooie meubeltjes bij de IKEA gekocht. En ik moet gewoon nog deals maken met iedereen. Ik moet nog langs alle bedrijven gaan. Ik moet ze gaan inschrijven voor het uitzendbureau. Ik wil een bepaald bedrag gaan vragen, zodat ik hun personeel kan leveren en zo. Want er zijn ook nog heel veel mensen zonder beroep natuurlijk. Dus daar wil ik voor zorgen. Dus ik heb gewoon nu echt de tijd nodig om hier uit te komen. En gewoon al die dingen te regelen. Ik moet nog langs Kokkie's Wheels. Ik moet nog langs die Dylan waarvan ik dingen hoor. Ik ben gewoon heel erg benieuwd en het is niet echt heel erg fijn om hier nou te zitten. Ik hoop dat hij snel terugkomt met dat geld en dat ik er dus gewoon binnenkort uitkom. Weet je hoe we ons uitzendbureau gaan noemen? Want daar heb ik natuurlijk Mag de deur weer open? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Oké, dat is dan 25.000 euro. Nou, alsjeblieft voor deze keer. 15.000. Kijk. Oké, die boodschap is betaald. Yes, helemaal betaald. Ja? Je hebt geluk dat je zo goed neer hebt. Yeah, dat vind ik dus ook. Ja, schat van een vent, ik heb hem altijd al gemogen. Mm-hmm. Oké, ja. Middels bent u vrij. Oh, wat is dit fijn. Hier, geef me een knuffel, joh. Wat super fijn. Wacht wel rente van jou trouwens, hè? Ja, een rente sowieso. Ik zal je trakteren op een hamburger. Een hamburger, moet dat is minder dan 25.000. Ik moet u wel nog persoonlijke spullen teruggeven. Oh ja, tuurlijk, mijn persoonlijke spullen. Maar mag ik eerst de deur even open, zodat ik naar buiten kan? Oh, ik sta nu ergens verkeerd of niet? Nee, sta maar hier. Ja. Oh, een beetje. Oké. Dus ja, ik kreeg, die horloges kreeg wel allemaal. Ja. Boeken en al die. Alles heb je gehad. Nou, super fijn. Tof. Oké. Ik ga er vandoor. Dankjewel voor de goede dienst, hè? Ja, goede dienst. En ik hoop dat ik u rap niet tress hier. Nee, dat hoop ik ook niet. Oké, prettige dag nog. Oh! Jij ook. En dat. Ik zie hem daar, Dennis! Dat is die klootzak, die rare Nederlander. Rustig, hij heeft mij erin geluisterd. Rustig. Oké, loop mee. Kom, loop mee naar mijn uitzendbureau. Ik zou hem bijna weer zijn hoofd inslaan, hoor, die gast. Maar ik heb wel gehoord dat jouw gebouw is aangepast, hè? Echt? Oh ja, ik had natuurlijk geld betaald om mijn gebouw aan te passen van rood naar blauw. En ik heb trouwens ook gehoord dat iedereen, elk bewoner van mijn toko heeft nou een brievenbus. Dus je hebt een brievenbus bij je gebouw nu. Ah, kijk, ik zou meteen even, gaan we meteen even een kijkje nemen. Hé, maar ik wil je wel bedanken. Dat is echt heel erg fijn. Wow, het is weer goed om die frisse lucht gewoon te ruiken. Ook heb ik nou al je borg betaald, betekent niet dat ik gelijk heel aardig ga vinden, hè? Oh, echt niet? Ah, dat komt wel, joh. Ik bedoel, ik ruik nu al die frisse lucht. Het enige wat ik ruik wel bij jou is, als ik bij jou in de buurt loop, ruik ik wat anders, maar... Oké, dan ga ik extra rente. 20% rente nu. 20% rente, ach joh. Het komt allemaal goed. Je krijgt allemaal lekker... Ik ga je gewoon trakteren op het diner bij die Joey's en restaurant. Komt helemaal goed. Oh, dit is mijn uitzendbureau. Holy shit, hij is helemaal blauw geworden. Wacht even, begin het om die auto hier, deze auto? Ging om die auto. Hij staat er nog steeds.
Dat is toch ongelooflijk? Waarom staat dat niet weg dan? Hier, ik heb nog steeds die eigendombewijs. Heeft hij helemaal mijn verzekerheid? Waarom zou ik die aan jou geven? Denk je nou, ik ga zorgen dat je niet meer in die bak komt en ik zorg dat die bak weg is. Luister, die bak die moet al lang weggehaald zijn. Ik denk dat die nu gewoon van mij is. Maar dat denk ik dus niet. Dus geeft hij jou, geeft die Nee, die ga ik niet aan jou geven. Maar ik ga je wel een rondleiding laten zien. Maar ja, luister, die auto staat er nog. Ik bedoel, dat is alleen maar meer bewijs dat het gewoon niet mijn schuld is. Ik bedoel, ze hebben nog steeds niet opgehaald na een paar dagen. Die rare Nederlander kwam naar hier toe lopen en die heeft het ineens uitgeschreven. Dus ja, het is gewoon raar. Maar goed, als ik wil... jou was, het naar de politie gaan en dan vragen of ze het wegslepen. Dat moeten ze lekker zelf doen. Dat is toch mijn taak niet? Nee, ja, maar ik wil sowieso binnenkort even een rechtszaak starten. Die politieagent van net, die heeft een zaak gestart bij advocatenbureau van Ties en Job. Dus dat komt sowieso nog aan de orde. Ik ga die 25.000 euro terugverdienen. En een schadevergoeding aanvragen van minstens 20.000. Want ik heb daar gewoon gezeten en mijn tijd verdoen. En dus... je moet mijn lening nog terugbetalen. Want je hebt het nou van me geleend, hè? dit is dus... Ze hebben mijn lampen nog rood gehouden. Verrekt. Zie je? Oh, wou je die ook blauw hebben? Die wou ik ook blauw hebben, ja. Nou, dat moet je bij de IKEA doen, hè? Moet ik dat bij de IKEA doen? Wat vind je eigenlijk mooi? Dat blauw, dat het rood is? Of zou je het ook blauw doen? Blauw doen, want dat staat nog niet. Nee, dat staat niet. Oké, okay, dat gaan we dan binnenkort even bij jou regelen bij de IKEA. Gaan we even een dealtje maken. In ieder geval, laten we even naar buiten lopen. Ik ben zo blij je te zien, Dennis. Ja, je hebt zo lang in die bak gezeten. Ik denk al 2 weken nu onderhand. Het is ontzettend fijn om weer buiten te zijn, inderdaad. Maar goed, we hebben het geregeld. Ik ben weer lekker vrij. En weet je, ik wil je ook wel... We moeten binnenkort gewoon gaan praten. Want ik denk dat jouw IKEA heeft ook wel meer personeel nodig, toch? Op een gegeven moment. Ja, we zijn er met een uitbrein bezig. Maar als we die uitbrein klaar is, hebben we wel wat meer personeel nodig, ja. Ja, dat denk ik ook. Dus binnenkort ga ik jou uitnodigen. Hier bij mijn bureau. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Mindtopia aflevering. Ik wil even iedereen bedanken die mee heeft gedaan. Laurens en natuurlijk Dennis. En dan, ik zou zeggen, doe sowieso even een duimpje omhoog. Ik ben eindelijk weer vrij. En laat even weten wat ik in de volgende aflevering moet doen. Volg mijn avontuur in Mindtopia om het grootste uitzendbureau te worden. Nou ja, het is ook de enigste, dus dat is niet zo moeilijk. Maar wel in ieder geval waar we lekker veel geld mee gaan verdienen. Dus doe even een duimpje omhoog. Ik hoop dat we de 1000 likes weer halen. Vorige keer hebben we dat gehaald. Super tof, dankjewel voor de steun. En tot de volgende keer. En laters. Bye bye.